Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, welkom. Hoi, dag Thomas. Intrigerend bericht dat Reuters naar buiten bracht. Met een vraag die wel een antwoord verdient. Namelijk, hoe kan het dat er nog burgerluchtvaart is in Rusland? Ja, Reuters heeft één speciaal vliegtuig gevolgd. Een Airbus. En die vloog op een binnenlandse vlucht in Rusland en kwam aan en moest stoppen daar. Want er was een belangrijk onderdeel van het navigatiesysteem kapot. En dat wordt in Amerika gemaakt. Wat ook weer een verhaal vertelt over wat Airbus en Boeing eigenlijk tot elkaar, hoe die ze verhouden. Want al die machines zitten vol met onderdelen van elkaar. Maar goed, los dat. En dat was een ding dat kost geloof ik €500,000 of €1 miljoen of dollar om te verwerven. En 2 dagen later zat dat erin. Dus toen steeg dat toestel weer op. Dus ze zijn gaan uitzoeken, wat is hier aan de hand? Want we hadden toch sancties en een boycott. En dat blijkt, daar hebben we het al eerder over gehad. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Eigenlijk helemaal niet te werken, want er is een hele zwik landen, staat er op Reuters, echt een heel rijtje. Kazachstan en Kyrgyzije, Turkije, allemaal landen die niet meedoen aan de sancties. Uitwijklanden heten dat. Uitwijklanden, ja. En ik weet nooit precies of je dat nu parallelle import noemt of niet. Maar in elk geval, er worden dus heel veel onderdelen ingekocht, laten we zeggen, in Dubai. En die worden dan weer doorverkocht aan Rusland. En die worden gemonteerd in de Russische vloot. En dus gaat het vliegverkeer in de Russische Federatie eigenlijk prima. En valt daar nou niks aan te doen? Of kun je zeggen, als je echt wil, dan maak je een vuist en dan zorg je toch dat dat soort zaken onmogelijk zijn? Of wordt het bij wijze van spreken nu oogluikend toegestaan? Nou, ik weet het niet, maar ik weet niet op welke wijze je kunt voorkomen dat kijk, je praat niet over staatsbedrijven, hè? Dus dit zijn gewoon ondernemingen die maken vliegtuigen of vliegtuigonderdelen. En er zijn handelaren of tussenpersonen of vertegenwoordigers en die kopen die dingen in. En waar ze daarna heen gaan, ja, dat kun je volgens mij bijna niet reguleren. En je weet, een tijdje geleden hebben we het er ook over gehad, stond in een van de kranten een fantastische foto van een autobedrijf in Dubai. En daar liet de eigenaar heel trots allemaal Britse en Duitse auto's zien die aan het voorzien was van stoelverwarming. In Dubai. Niet voor eigen gebruik. Waar het gemiddeld 43 graden is. Nee, precies. En die zei ook heel trots, nee, dit is allemaal voor Rusland. Die heb ik ingekocht. Die gaan allemaal door naar Rusland. Dus ja, er is niks tegen. En volgens mij kun je er ook niks tegen doen. En het vertelt een mooi verhaal over hoe sancties eigenlijk werken. We gaan naar 2 ministers in Kiev. De minister Schreinemacher en Ollongren. En ze waren daar om hulp aan te bieden. Een pakket aan te bieden. Wat zit er in dat pakket? Nou, er zit heel veel dat te maken heeft met wederopbouw, want dat moet nu van start gaan. Ik denk dat het ook een psychologisch teken was. Hè, van, het gaat niet alleen om F-16's, maar ook om andere dingen. Dus ja, er was nog één ding dat ik ben vergeten trouwens, waar ze ook toezegging over hebben gedaan. Moet je me even helpen? Want ik heb nu last van hetzelfde euvel, dat ik het wel weet, maar niet nu. Nee. Dus we moeten het daar misschien bij laten, ja. Maar waren er. Ze waren er en het thema was heel duidelijk het verlenen van hulp voor de wederopbouw van Oekraïne. En dat is ook heel hard nodig. Alleen de vraag is wanneer je daarmee van start kunt gaan. Want als je op dit moment bijvoorbeeld ergens in een gebied, in een stad of in een gebied begint met het herstel van woningen of fabrieken, ja, dan kan morgen weer een bom opvallen of een drone. En dan ben je de pineut. Dus het is een ingewikkeld verhaal, maar het is politiek wel een heel belangrijk signaal dat we blijven steunen. Als je zegt, er kan een drone opvallen, dan is daar geen woord aan gelogen, want het blijft maar voortduren. Ja. Dat moeten wij ook hier bijna elke dag, elke week concluderen. Werkt dat? Die voortdurende aanvallen, je kunt het geen speldenprikjes noemen, want misschien is het iets meer dan dat, maar toch? Nou ja, dat is de vraag. Hè? Want bijvoorbeeld in Moskou zijn er nu ook weer een paar terechtgekomen. En eentje ook op een heel chic geavanceerd, ik zou maar zeggen, een soort van... zo'n hele deftige Manhattan-achtige wolkenkrabber met kantoren erin. De Zuidas, zal ik maar zeggen. Maar als je kijkt naar de schade die het aanricht, er zijn foto's van, ja, dan zie je op één verdieping zijn een paar ruiten eruit gesprongen en op een andere verdieping misschien een deuk in het bouwwerk, maar verder eigenlijk niks. Wat doet dat nou? Ik denk dat dat toch meer doet dan alleen die schade, want het is ook voortdurend en steeds meer een signaal van Oekraïne. Wij kunnen bereiken wat we willen. We kunnen in Moskou komen met onze drones en ook in de Krim. En dat is volgens mij hun belangrijkste doel. Uiteindelijk gaat het erom dat ze een aanval doen om de Krim, of de verbinding met de Krim te verhinderen en van daaruit verder te trekken. De Amerikanen overigens maken bezwaar tegen deze prikacties. En die zeggen, jullie, het is strategisch niet handig wat je doet. Je kan veel beter al je krachten verzamelen. En dus ook alle onderdelen van de krijgsmacht veel beter concentreren op één project, één deel van, laten we zeggen, het front, of één gebied dat je heel graag wil raken. En dan bij voorkeur zeggen de Amerikanen, niet in Rusland, dat is niet handig, kan je beter niet doen. Concentreer je op één ding, bijvoorbeeld alleen de Krim, maar Zelensky is daar tegen. Die zegt, nee, dit werken met allemaal kleinere aanvallen op verschillende doelen, ook in Rusland, dat werkt demotiverend voor de Russen. En dat laat zien dat onder geen beding wij van plan zijn om ons te laten intimideren door hun droneaanvallen. Want ook die zijn aanzienlijk. Over strategische belangen gesproken, het ging over het opruimen van mijnen. Juist, en heel goed, nou, heel fijn dat je het weer zegt, want wij hadden het daar straks over. Ja. Dat is heel belangrijk, want wat je terugverovert, hè, als wat Oekraïne terugverovert in bezet gebied, daar kunnen ze niet zomaar in. Dat ligt helemaal vol met mijnen. En Nederland heeft inderdaad aangeboden om te helpen met het opruimen daarvan. Daar is apparatuur voor, daar zijn specialisten voor die dat kunnen. En die worden dus in hoog tempo opgeleid. Dat is niet heel ingewikkeld. De apparatuur die je daarvoor nodig hebt, die wordt daarbij geleverd. En dat hebben ze inderdaad toegezegd. En voor een behoorlijk bedrag. Dus niet zomaar een gebaar. Het is echt een aanzienlijke ingreep. Heel sympathiek. Je hebt het even snel gegoogeld. 10 miljoen? Ja, is ook af en toe nodig. Ja. Dat Google meer weet dan ik, dat komt zelden voor. Maar nu was het hoog nodig. Bernard, tot overmorgen. Tot overmorgen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.